Het Korps Politie Suriname doet de verschillende districten aan en brengt de voorlichting dichter bij de bevolking. Na de vorige week in Totnes, Coroni, de informatie te hebben gedeeld, werd vandaag de voorlichting hotspot in Tamanregio, Kommerwijnen opgezet. Voorlichtingsmedewerkers Elvira Babel en Lisette van Halen zeggen dat KPS met deze hotspot beoogt om onder andere de criminaliteit in te dammen. Het thema van de sessies is luister, leer en neem de boodschap mee. Vooral als je ziet wat er dagelijks gebeurt. Er zijn veel moorden, er zijn veel hangjongeren. Jongeren die nu het gevecht zien als een spel. Ik denk dat de politie, ik denk dat er meer jeugdcentra's in de verschillende buurten moeten komen. Zodat de jongeren in de middaguren kunnen gaan sporten. Want dat ontbreekt in de meeste buurten. Als we kijken bijvoorbeeld naar de, zal ik zeggen, de ghettobuurten, dan is er weinig zijn er weinig activiteiten voor de jongeren daar. Ze hangen daar meestal op de hoek. Dus ik denk dat er meer educatieve jeugdcentra's in de verschillende buurten moeten komen. We zijn gestart met dit initiatief, maar het blijft niet hierbij. Het is de bedoeling dat we meerdere districten zullen aandoen. De binnenstad in oktober, als alles goed zit, omdat de school dan zal starten. En we willen dan een voorlichting aan de jongeren geven vooral. Om het vechten achterwege te laten en zich focussen op hun school. Stefano Kamsuri, buurtmanager van Richelieu, Tamanregio en Tamansari, en de districtscommissaris van Kommerwijnen, Mohamed Safik Rajab, voegen eraan toe dat het belangrijk is om de jongeren van het district te blijven onderrichten over veiligheid en erop toe te zien dat deze gewaarborgd blijft. Door de activiteit in de vakantie te houden zijn vooral jongeren de doelgroep. Zo straks begint de school weer en de informatie wat wij in samenwerking met PR krijgen, of PR in samenwerking met mij, dat zij de informatie geven, is eigenlijk belangrijk voor de jeugdigen, in het bijzonder de schoolleren. Omdat zij ook de informatie kunnen krijgen wat zij te wachten staat, wat goed is, wat slecht is. En dan wordt dan door de afdeling PR dan gegeven. Natuurlijk, het is vakantie, we willen die kinderen informeren van heel wat zaken die misschien in hun mind niet strafbaar is, dan kunnen ze hier informatie krijgen wat eigenlijk je niet mag doen. En daarom heb ik dan gelijk werk van gemaakt toen mensen mij hebben benaderd om het district hotspot te doen. De buurtmanager en meneer Kensmiel van de afdeling voorlichting hebben het gelijk gehad om vandaag hier aanwezig te zijn. En dit is het resultaat. U ziet het, we hebben mensen hier en kinderen en er komen nog mensen om informatie te halen. KPS geeft aan opvoeders mee om erop toe te zien dat kinderen en jongeren zich niet bezighouden met illegale handelingen. Voor een veilige woonomgeving is ouderparticipatie ook van belang.